Easy go. Deze video is door twee delen gemaakt in verband dat het op 18 mei was het iets te druk, want het was natuurlijk mijn verjaardag. Maar dit is dan het deel van de porto. Kijk, hier heb je hem uit elkaar. Ik zeg het even in kort. En hier heb je hem al in elkaar. Normaal zit hij in de stekker, maar dat doe ik niet echt. Zo ziet het er mooi uit. Ik ga even uitleggen zo hoe alles in elkaar klikt. Heel simpel. Dus ja, dat zo. Deze porto heeft niet alleen allemaal kanalen, hij heeft ook nog een zaklamp en een stoornis. Dus ja, dat was ook nog een extraatje. Dat wil ik even nog mededelen. Maar abonneer voor meer. En hier heeft trouwens ook nog een kippenstand. Een stuk aan vlees of zo. En dat is bij de laak. Dit lijkt best trouwens op een rol. Weet je wel? Oh ja, abonneer toch. Druk daar. Ik heb hier een hele mooie porto wat in elkaar gaat gemaakt worden. Nou, het is in principe heel simpel wat je er net ook zag. Je klikt het heel simpel in elkaar. Je drukt een beetje en je klikt hem in elkaar. Normaal doe je deze erop schroeven, maar dat hebben we al gedaan. En deze kan je het beste met een naald of iets erdoorheen halen, want dat is best moeilijk. Nou, de antenne heb je heel makkelijk, die draai je er heel makkelijk op. En dan heb je een heel makkelijke, simpele set. Nou, je weet, normaal, het is wel logisch als je hem erin zet en dan in de stekker, dan laat hij op. Het is ook vrij logisch, als je dit uit de knop gaat, dat dit in de porto moet. Dat is, lijkt mij in ieder geval logisch. Nou, je hebt hem hier in ieder geval in de knop. En dan hoor je, als je hem aandoet. Kijk, dit is de aan, de kleine is de aan en volume. Dus. Maar als je. Je kan hem ook even. Power on. 16. Dan is hij harder. Je hebt 16 zenders. Oh ja, je hoort hem nu via de oortje. Ik zou hem even van het oortje doen. Ik kan hem zacht zetten. 11, 10, valt niet echt mee. 9, 8, 7, 5, 4, 1. Nou, nu heb je van 1 tot 16 kanalen. Dat is heel mooi. Nou, ik vind het een hele goede porto. Ik heb hem al een beetje getest. Nou, ik weet, je kan hem bij bol.com gewoon kopen. Het is niet verder reclame of zo. Maar ik heb hem gekocht en ik weet dat veel mensen de porto's leuk vinden. Je hoeft daar niet per se een leeftijd aan te verbinden, vind ik tenminste. Maar je kan hem heel makkelijk ook in de doos houden. Ik heb bijvoorbeeld dat ik hem, laat ik hem even zien. De accu zet je zo, deze. Probeer je zo netjes maar. Oh ja, trouwens, normaal gaat dit stofje wat op de oortjes zit, dat zit er apart bij. Dan moet je er nog op doen. Bij de tweede is die al gescheurd, dus het is heel lastig. Nou, zodra ik weer een beetje tijd heb, kan ik vast nog wel een keer een video maken waarbij ik hem echt uittest. Dan zeg ik altijd abonneer voor meer. Ik heb hoop als de video goed is gelukt, dan is er compliment naar de camera gegaan. Nee, ik heb nog niet afgesloten. Kijk, je
kan hem heel makkelijk op elkaar leggen. En dan hij geeft een lampje aan omdat hij erin zit. Dus wel een beetje kloppen. Normaal zit het er ook netjes in. Kijk. En dan heb je hem heel mooi. Weet je precies. Ik doe ook expres nummeren. Alles nummer ik. Zodat je weet. Hey, dat is 1, dat is 2. Als je dan afspreekt met degene waar je mee bent. Jij hebt porto 2. En je moet hem in de lader terugzetten. Dan kan je hem ook in de lader 2 zetten. Dan doe je hem niet in 1 en ga je geen verwarring oorzaken. Is best handig, vind ik zelf. Nou, vinden jullie deze video in ieder geval leuk? Laat het dan even weten op de YouTube comments van Facebook heb ik een YouTube comments pagina. En natuurlijk heb ik ook gewoon mijn YouTube kanaal. Als je me kent en me op WhatsApp hebt, kan je me daarop zeggen hoe je de video vond. Maar in ieder geval doe dat duimpje als je het leuk vindt. In ieder geval omhoog. Dat wil ik heel graag. En doe het abonneer knopje omhoog. Nou, abonneer cijfers omhoog. Dat zou ik ook heel fijn vinden. Maar dan kan ik hier ook weer dingen aan besteden. Nou, en dat was de video. Later.